Nou, dat zijn dingen waarvan ik van bouw. Gadverdamme, zeg. Willen jullie je wel op tijd te douchen, want dan begint hij zo te stinken. De wind staat onze kant op. Zachtjes. Iedereen daar wel. Lekker. Kijk eens, het brandt niet. Maar zometeen weer. Vier zijn het er. Ja, en op mijn buik en op mijn benen. Zit helemaal onder, zit ik. We willen een blikje, we willen een schimmelkaasje. Filet Amerikaan. We willen filet Amerikaan. We willen graag cheddar cheese, een stukje. Doe maar gewoon van alles 100 gram. Even kijken, we willen graag olijfjes, lekker gevuld met knoflook. En we willen van alle exotische vruchten, willen we een keer wat proeven. Ik maak gewoon mijn eigen reet klaar. Of je dat leuk vindt of niet, maak er zelf uit. Is prima. Ik heb maar een trek en ik heb zo'n behoefte aan suiker. Sukkels. Want nu pak je een hele appel en er waren maar 3 appels. En dat is denk ik een slechte zaak. We kunnen ook 20 porties bestellen. We hebben 1000 gulden. Ik denk dat we dat gewoon met z'n allen moeten afspreken. Ja, deal. Want daar maakt het absoluut niet uit. Ja, jongen, we doen gewoon van allemaal wat. Een sausje. Een dubbele portie kipsaté. Ik heb zo ontzettend zin in een sigaretje. Nee, helemaal niks hoor. Hij doet het. En het is zo, als ik nu een biertje geef, dan komt het een ruggetje, geloof ik, of niet? Ja. Maar dat is dan mijn verantwoording nu. Ah, ah, ja, dat is leuk. Lekker. Zo, jongens, we gaan even een liedje doen. Geef me plaatsen, ik ga echt niet op die wc. Oké, okay, 1, 2, oké dan. Een plasje. Kaviaar? Ja. 585 gulden aan kaviaar? Nee. Dit is onze aardbeidsborstel. Ik had hem al ontdekt vanmiddag. Maar ook dit dingetje, dat is er eigenlijk voor bedoeld, maar dat is heel voor... Dat ligt buiten en er is pis van Kerry al ingegaan. Dus dat... Gadverdamme. Wat voel ik mijn visie hier? Lekker. Heerlijk. Ik ging altijd zo. Ja. Woehoe! Yes! Oh, jongens. Ja, ja, voor wie zijn jullie thuis allemaal aan het stemmen? Er is op dit moment een nieuwe tussenstand. En het is Danny Rook die het ons gaat laten zien. Hi, Dan. Hallo, Pet. Ik sta inmiddels bij de tafel van de familie van Danielle. En ook een vriendin, want jij bent Yvonne. Jij bent een vriendin van Danielle. Ja, klopt. Hoe vind je dat ze doet? Heel goed. Ja, heel goed. Ja. En de vader natuurlijk. Arie is inmiddels al een bekende Nederland, want we zien u echt wel heel vaak op tv. Te veel. Ze heeft het geld laten liggen. Ja, ja, ja. Had u dat verwacht? Ja, ik had het verwacht. Het is wel een twijfelaar, maar ze ging voor de wedstrijd. En dat bleek. Dus... Maar ze had het geld goed kunnen gebruiken. Want ze heeft net een fantastisch nieuw huis gekocht. Met Mark, haar vriend. Heb ik begrepen. Ja. Dat klopt, dat staat nog steeds. Ja, ja. Oké, okay, daar had ze het geld goed voor kunnen gebruiken. Ze kan het goed gebruiken, maar geld is voor haar niet het allerbelangrijkste. Nou, oké. Okay. Broer en zus, Renate en Alwin. Danielle ging het huis in om iets te leren. Ja. Is dat naar jullie gevoel ook gebeurd? Ik denk het wel. Ik denk dat ze sowieso een hele hoop mensenkennis heeft opgedaan. En ik denk dat voor haar de zwaarste battle is geweest om familie en vrienden te moeten missen. Nou, en hyperventileren boven een bak water halen. Ik bedoel, dat was dat was vreselijk. Dat vond ik echt spannend, dat was tv. Dat was echt vreselijk. Ook als je thuis zit op de bank, dan gaat er heel wat door je heen als je zo ziet dat ze het zo moeilijk heeft. Ja, dat ze zo ver moet.